Hans van Viersen is voorzitter van Stichting Veteranenburen. En met hem ga ik in gesprek over de komst naar Maurik van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht op 17 januari. Ja, welkom Hans, fijn dat je aanschuift. Ja, bijzonder namens Stichting Veteranenburen. En dan nog mooier wat er eigenlijk gaat gebeuren in Buren. Althans in Maurik. Een groot concert van de Koninklijke Luchtmacht, hè, van het orkest. Hoe zijn jullie op het idee gekomen of hoe is dat idee ontstaan om dat orkest zeg maar naar Maurik te krijgen? Nou, eigenlijk is dat heel natuurlijk verlopen. Uiteindelijk hebben we nu een periode, een deel in dit jaar en een deel in volgend jaar, waarin 80 jaar vrijheid wordt gevierd. En nou, in het voortraject heb ik met onze burgemeester het daar eens een keer over gehad. En dat we toch eens een keer iets anders moesten doen dan anders. En of dat militaire muziek niet iets was. En dat eerste plan was om dat in de raadzaal te doen met een aantal, met de veteranen en een aantal genodigden. En er op die manier een soort veteranenconcert van te maken. Mm-hmm. Nou ja, dat heeft zich eigenlijk verder ontwikkeld door toen we gingen informeren over militaire muziek en wat de mogelijkheden waren bij Defensie. Ja, toen kwam de KLU gelijk eigenlijk om de hoek. KLU, Koninklijke Luchtmacht. Die kwam gelijk om de hoek met het luchtmachtorkest. Ja. En dat is een heel groot orkest met allemaal professionele muzici erin. En die wilden eigenlijk heel graag in Buren een concert komen geven. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot wat het gaat worden. Een groot concert in Maurik in de sporthal daar. Ja, want het is natuurlijk heel bijzonder dat het in Maurik komt. Maar ze zijn eigenlijk een soort, ja, ik wil niet circus, want dat is een beetje neerbuigend misschien. Maar ze gaan wel het hele land door, hè, in het kader van die 80 jaar vrijheid. Ja, ze gaan het hele land door. Het stuk wat gespeeld wordt, de avond wordt al uitgevoerd op verschillende plaatsen, is ook al uitgevoerd. Ik heb daar hele goede recensies over gelezen. Mm-hmm. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe het bij ons gaat worden. Uiteindelijk is het zo. Ja, maar je zei een paar keer Maurik, maar dat is eigenlijk puur toeval. Het had in heel de gemeente Buren kunnen zijn, maar ja, in Maurik staat eigenlijk het enige gebouw wat zo'n groot orkest kan huisvesten. Dus eigenlijk is het daardoor in Maurik. Maurik gewoon, ja, want dan is het natuurlijk heel simpel voor mij om te vragen, want jullie hebben heel veel mooie gebouwen in de gemeente, maar dan kom je in een sporthal en dan zeg je, ja, eigenlijk is dat het enige gebouw wat zo'n orkest kwijt kan. Ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Want hoeveel ruimte neemt zo'n orkest in? Nou ja, voor de beeldvorming, en mensen kennen dat denk ik allemaal. Als je een sporthal hebt, dan heb je vaak van die van die naar beneden. Ja. Nou, en daarmee verdeel je de meeste sporthallen in drie vlakken. Soms vier, een hele grote sporthal. Maar wij hebben er drie. Mm-hmm. En één zo'n deel wordt volledig in beslag genomen door het podium, het orkest en het decor. Dus het is echt Heel groot. Ja. Het wordt echt een hele mooie avond. Ja, het klinkt ook als heel massaal, zeg maar. Hè? Is het alleen maar muziek of is er nog meer wat erbij komt kijken? Ja, uiteindelijk vertellen ze het verhaal van de bevrijding van Nederland. En dat wordt, ik heb het ook nog niet gezien, maar voor zover ik nu weet, wordt dat gedaan met een groot decor, met een hele hoop digitale schermen waar van alles langskomt. En daar wordt het verhaal van de bevrijding verteld. En dat is een route door Nederland die gevolgd wordt. En overal waar het orkest dit gaat brengen, is dan ook de plaats waar het gebeurt, wordt even aangestipt. En daar wordt dan door een lokaal iemand wordt daar iets verteld. In ons geval, dat mag ik al wel een beetje verklappen, is dat de burgemeester die gaat daar wat vertellen. Ja, oh mooi. En het is niet alleen maar muziek. Het is eigenlijk een soort avondvullend programma, zou ik zeggen. Ja. En zijn er zangers en zangeressen bijvoorbeeld ook aanwezig? Jawel, dat is Anneke Giersbergen. En die begeleidt de muziek. Dus hoeveel stukken ze gaat zingen, weet ik niet. Soms moet het ook nog een beetje een verrassing blijven, toch? Zeker, ja. Ja. Ja.
Ja, en nu hebben jullie, nou ja, eigenlijk heeft de gemeente het gedaan, hè? Alle veteranen weliswaar uit Buren uitgenodigd om aan te schrijven in samenwerking met jullie. Mm-hmm. Nou ja, daar blijven plaatsen over. Misschien geen honderden, maar wel plaatsen over. Ja. En daar kunnen de gewone burgers kaartjes verkopen. Jazeker. Eigenlijk is er inderdaad nu wordt er een slag gedaan door genodigden voor genodigden. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die werkzaam zijn voor in de gemeenteraad met mm-hmm. hun partner, het college met hun partners, alle veteranen uiteraard met hun partner. We gaan nog kijken of dat we vanuit de veteranen ook wat mensen uitnodigen uit ons eigen netwerk. Mm-hmm. Maar de kaarten die dan overblijven, die worden vanaf 8 november, zeg maar, kan iedereen die kaarten krijgen. Ze moeten er wel een kleine bijdrage voor leveren, €7,50 per stuk. Dat staat eigenlijk niet in verhouding. Normaal zijn die kaartjes veel duurder. In dit geval heeft dat een goed doel om voor dat geld. Hè, dat gaat naar de stichting waar ik dan voorzitter van ben. Dus ik vind het een heel goed doel. Stichting Veteranenburen. Daarmee kunnen wij weer allerlei dingen doen. Uitjes organiseren voor veteranen. Ja, ja. Eens een keer naar een museum. Een keer met collega veteranen uit andere gemeenten een ontmoeting regelen. Dat soort zaken. Dus wij zijn daar heel blij mee dat deze kans ons geboden is. En we zijn ook heel blij dat de gemeente met ons dit samen doet. Want dat hadden wij nooit alleen kunnen doen. Dus heel veel dank richting de gemeente. Kijk, en mooi, want ik vind zelf altijd dit soort samenwerkingen zijn ook heel belangrijk. Ja. Ja, als de, zeker ook in dit geval als de burgemeester er ook achter gaat staan en zegt van nou, ik kom wat over de plaats vertellen waar het op dat moment plaatsvindt. Waar kunnen mensen de kaartjes bestellen? Hoe komen ze aan kaartjes? Dat kan eigenlijk vanaf 8 november op de website van het orkest. En dat is Orkest Klu. Dus Orkest KLU, zonder punt ertussen. En dan uiteindelijk .nl erachter. Ja. Ja. Dus en daar heel even opzoeken naar het concert wat in Maurik wordt gegeven. Kaartjes bestellen en dan ga je door een programmaatje heen en aan het eind mag je betalen. Ja, precies. Ja. Nou ja, en voor dat geld denk ik dat je inderdaad een hele leuke avond. Ja. Want het is 17 januari, hè? Van hoe laat tot hoe laat? Misschien nog even voor het gemak? Het is echt vanaf 8 uur tot 10:30, als ik me niet heel sterk vergis. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet helemaal precies, die eindtijd niet helemaal scherp heb, maar ik dacht 10:30. Het wordt ook heel strikt aangehouden, want het hele orkest moet op een bepaald tijdstip ook weer helemaal weg zijn. En dat is niet omdat wij of de gemeente dat willen, maar dat wil de luchtmacht zelf. Ja. Nou ja, op zich is het natuurlijk goed. Ergens kennen we zo'n organisatie ook wel als hele strikte en stipte organisatie natuurlijk. Ja. En ergens is dat ook goed dat ze daar gewoon aan vasthouden. Ja. Noem nog één keer de website om de kaartjes te bestellen. Ja, dat is www.orkestklu.nl. Ik hoop natuurlijk dat het vol zit. Ja, ja. Ik kan niet zeggen, dan komen ze misschien wel een tweede keer, want dan moeten de mensen naar een ander concert. Ja, hè? Maar ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier met de voorbereiding en natuurlijk nog veel meer plezier op de avond zelf. Dankjewel dat je er was. Ja, hartelijk dank dat ik hier mocht zitten.